We mogen weer aanvoerdersbanden uitreiken aan mensen in de Rotterdamse sportwereld die dat verdienen. We zijn nu in de buurt van het huis van Pim Blokland. Die ken je misschien wel als een van de investeerders van Feyenoord. Maar hij doet ongelooflijk veel meer voor de Rotterdamse sport. En dan met name voor kinderen die niet heel snel de kans krijgen om te kunnen sporten. Hij is thuis, maar hij weet niet wat er gaat gebeuren. Goedemiddag. Mevrouw Blokland. Ja. Is uw man thuis? Ja, die is er een ogenblikje. Kan die even komen? Ja, natuurlijk. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Vraagt hij zich af. Ja, dat vraag ik me zeker. Ja. Oh, ja. Nou, zou je jas even aan willen doen? Gaan we naar buiten? We gaan even naar buiten. We zijn hier met een speciale reden. We willen u ook een beetje in het zonnetje zetten. Want we kennen u, en dat heb ik net in de introductie ook gezegd, als weldoener bij Feyenoord, maar u doet zoveel meer. Om met name kinderen die niet zo snel een kans krijgen om te sporten, om wel aan het sporten te krijgen. Ja, bijvoorbeeld met de sporticoon. Ook. Ja. Van waar bij u de behoefte en de drive om dat te willen doen? Ik heb mijn centjes in Rotterdam verdiend en ik wil mijn centjes in Rotterdam uitgeven. Ik heb gaat een heel fijn leven in Rotterdam gehad. En dus ik kan zien wat er allemaal, vooral de Rotterdamse sporticoon, wat ik tegengekomen ben, wat voor armoe en wat voor ellende er in Rotterdam is. Wat ik eigenlijk nooit echt gezien heb van dichtbij, want ik ben leuk opgegroeid. Leuk opgegroeid, dus ik heb dat vroeger niet meegekregen. En toen ik daarmee in aanraking kwam, dacht ik van nou, als ik nou Thomas Center kwijt wil, dan doe ik het heel graag om die goed te doen. Wat doet u nog meer om inderdaad, even vrij vertaald, iets terug te willen doen aan de Rotterdamse maatschappij? Ja, ik ben met zoveel dingen bezig. Schooltjes, goede doelen, Dadenstichting, Ronald McDonald's huis. Foundation, Dirk Kuyt, Van Bronckhorst, Kattenstichting niet te vergeten, mevrouw Schrik van Katten. De waslijst wat hij allemaal doet voor de Rotterdamse sport is enorm. Ja, voor Rotterdam. Zeker, maar uw karakter staat dan ook weer niet heel erg toe om daar heel erg hoog vanaf de toren te blazen. U bent wat bescheiden in die zin, dus dachten wij, bij Rotterdam Sportsupport in dit geval, hij moet dus echt in het zonnetje worden gezet. En Peter Blanger van Rotterdam Topsport, die is hier. En die gaat je nu wat vertellen en overhandelen. Niet omhoog van de toren te blazen. Nee. Ik ben alleen maar hoog, maar blazen doen we niet aan. Ja. We hebben in de stad een geweldige actie. Het heet Omarm Rotterdam. De omarming gaat straks plaatsvinden via het overhandigen van deze aanvoerdersband aan jou. Want we mogen toch wel zeggen dat jij een grote aanvoerder bent in alles wat je doet. Met name je maatschappelijke betrokkenheid. Is natuurlijk een hele belangrijke daarin, wat je allemaal doet voor de kinderen om die aan het sporten te krijgen, aan het sporten te houden. Juist degene die het extra nodig hebben, degene die wat minder bedeeld zijn in deze. Nou, vinden we het echt geweldig wat je doet. Daarvoor willen we je sowieso enorm bedanken, maar ook wel deze geste geven wat je aan het doen bent. We zijn in Spijkenisse, in de winkel van John Jongenelen. John, jij bent van de Rijndam Racers. Klopt. Kun je eens vertellen wat dat is? Het is een klein team waarbij we jaarlijks proberen 6 nieuwe revalidanten een mooie uitdaging aan te laten gaan. En door middel van een half jaar training, ik durf wel gerust te zeggen, een hele zware fysieke inspanning aan te gaan. En jullie doen dit allemaal, deze ongelofelijke prestatie, om geld op te halen? Deels om geld op te halen, maar ik denk ook een heel groot deel om de mensen in beweging te brengen. Ja, maar dat geld dat jullie ophalen, wat moet daarmee gebeuren? Stoppen we niet in onze eigen zak. Nee, dat heeft een heel goed doel. Het geld wat we daarmee binnenharken, dat gebruiken we vooral om nieuwe handbikes aan te schaffen en om daardoor meer mensen in beweging te kunnen zetten. Ja, nou is het nu nog vroeg in de ochtend, staan we bij jou in de winkel, vraag jij je waarschijnlijk af wat wij hier nu komen doen. Klopt, normaal aan de koffie nu. Ja. Je hebt geen idee? Ik heb echt geen flauw idee. Nou, we hebben iets moois voor je. Rita van Driel is hier. Rita is een gerust goeroe waar het gaat om de gehandicapte sport in Rotterdam en eigenlijk heel Nederland. Zeg maar gerust de hele wereld. En Rita gaat tot jou het woord richten. Kijk eens aan. Ja, een enorme eer om hier voor jou, bij jou te zijn. En ik heb de aanvoerdersband voor inclusie en diversiteit waardeerd. Dus we zijn ontzettend trots dat jij in Rotterdam zo'n voortrekkersrol neemt met je team. En als waardering daarvoor wil ik je deze armband overhandigen.
En als hart onder de riem voor wat jullie doen. Maar ook hoop ik dat jullie gemotiveerd blijven, ook al gaat het evenement niet door volgend jaar, om toch te blijven trainen en te zorgen dat er toch weer meer mensen gaan handbiken en actief worden. Dus enorm bedankt voor wat je allemaal al doet met je team. En ik hoop dat dit een stimulans is om dat te blijven doen. Dank je wel voor alles wat je doet. Ja, dank je wel. Volgende aanvoerdersband is voor oud-gemeenteraadslid Matthijs van Muijen. Die doet zoveel voor de Rotterdamse sport. Hij zit hier in bespreking met de directeur van Rotterdam Sport Support, Gert-Jan Lammers. We gaan ze even storen. Mogen we even storen? Jazeker. Ja, Matthijs. Jij denkt, ga je even lekker met Gert-Jan in gesprek? Ja. 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 Dat is allemaal voor de sier. Oh, is dat zo? Laten we even beginnen bij jou zelf. Jij doet zoveel voor die sport in Rotterdam. Noem eerst eens eventjes wat je zo allemaal doet. Ja. Onze uitzendtijd is beperkt. Oh, ja, nee, ik ben zelf actief sporten, maar daarnaast ben ik op zaterdagochtend ben ik scheidsrechter bij de jeugd bij Spartaan 20. En daar doe ik dus ook vrijwilligerswerk. Ik heb afgelopen jaar meegedraaid met het organiseren van de jubileumactiviteiten. En het jubileumboek ook. Ik heb een aantal interviews gehouden, ook met betaald voetballers die ooit begonnen bij Spartaan 20. En ik heb vanuit de politiek meegeholpen aan een sportnota om te zorgen voor een goed sportklimaat in Rotterdam. Dat ook voor iedereen ruimte is om te sporten, breedte sport ook. En afgelopen jaar heb ik een congres georganiseerd om diversiteit en sport onder de aandacht te brengen. Om dan met de wethouder Wijmiga om te zorgen dat er ook voldoende aandacht is voor de acceptatie van homo's en lesbo's op het sportveld. Dus zet jij je daar heel erg voor in? Net als volwassenen mensen in de stad die misschien de middelen niet hebben om te kunnen sporten. Ja, daarvoor is er het volwassenen sportfonds. Ja, we hebben een fantastisch jeugdsportfonds waar duizenden kinderen kunnen sporten van ouders die weinig inkomen hebben. En ook bij schoolsportvereniging aansluiten in Katendrecht, Schiemond en Pendrecht. Maar daarnaast is het ook belangrijk als jongeren ouder worden dat ze dan kunnen blijven sporten. En daarnaast zijn er heel veel goede initiatieven van Rotterdam Sport Support om ook ouderen te laten bewegen. Vanuit verzorgingshuizen of clubs met projecten. Maar zorg dat die ook na dat project kunnen blijven sporten en dat ze dus een vergoeding krijgen. En daarnaast zijn er heel veel sporters met een beperking die extra kosten maken. En ik heb dus met de PvdA ook een voorstel gedaan met ons raadslid Narsingh Balwantsingh. Om te zorgen dat er een volwassen sportfonds komt, zodat er geen belemmeringen zijn voor die groepen om ook deel te nemen aan sport. Ja, het is, Matthijs, zoveel wat jij doet om sport een groter platform te laten zijn voor zoveel mensen in deze stad. Dus heeft onze zijnlijke koninklijke hoogheid, meneer Lammers, het behaagd om... Ja. Vertel. Ja, die aanvoerdersbanden, ja, ik leg dat net al uit, hè, dat zijn mensen die eigenlijk in ziel en zaligheid die boodschap uitdragen van... Geen grenzen voor sport en bewegen in deze stad. Iedereen moet meedoen, niemand buitenspel. We hebben een aantal prominente mensen die zich daar heel erg hard voor maken. Je noemde de schoolsportvereniging al. Dat dateert van een jaar of 15 geleden dat jij je ook al hard maakte om dat voor de stad te behouden. Ja. Ja. Je noemt het jeugdsportfonds, volwassenensportfonds, je inzet voor de LHBTI-groepen. En dan doe je, als je nog een klein beetje vrije tijd over hebt, ook nog iets voor een voedselbank. Hè? Dus je, als iemand verbindend bezig is om mensen die niet als vanzelfsprekend kunnen meedoen, daar toch de gelegenheid voor te geven, dan ben jij dat wel. Dus jij verdient zo'n aanvoerdersband. Sport heeft een warm plekje in mijn hart en ik vind het mooi om te verbinden ook met andere onderwerpen. En mooi dat, dat ik het ook kan blijven doen. En ook, ik zal extra gemotiveerd zijn door deze band. Doe hem om. Ja, en draag hem met trots. Ja, en behoud je voorbeeldrol ook de komende jaren, zodat nog meer mensen zich hiervoor gaan inzetten.